allemaal, we staan hier bij Horeca, waar in de keuken, in de heuvel, vers eten wordt bereid. Wat ook uitgeserveerd wordt aan de mensen die rondlopen en het Krachtfestival bezoeken. Achter mij zijn ze ook bezig met allerlei liqueurtjes. En ja, ik zou mezelf niet zijn of ik zou natuurlijk even een proefje gaan wagen. Dus we gaan eens even kijken wat ze allemaal voor ons in huis hebben. Poison cocktail. Ik ben heel benieuwd, vertel eens. Nou, we moesten op school een eigen liqueur maken, dus hadden we bedacht om een Valentijnse liqueur te maken, omdat die eind januari af moest zijn. Dus de hoofdingrediënten zijn vanille, rozenblaadjes en kersen. Om een beetje alle de smaken van Valentijn naar voren te brengen, zeg maar. En voor Kraft hebben we daar een cocktail over gemaakt. Daar was ik zelf niet bij, dus daar laat ik het woord over aan Kim. Nou, Kim. Ja, omdat de liqueur eigenlijk vrijwel heel zoet is, hebben we gekeken om voor de cocktail een beetje te kijken naar andere, ja, andere smaken die we erin konden doen. We hebben er namelijk ook citroensap in gedaan voor het zure. Dus dan heb je al het zuur en het zoet zitten. Maar we misten eigenlijk nog iets, dus hebben we een beetje gekeken naar iets anders nog. En zo zijn we uitgekomen op hard seltzer. Hard seltzer is eigenlijk een beetje, ja, een soort frisdrank met een klein beetje alcohol erin en een bittertje zit erin en de kersensmaak. Dus de kersen komen weer mooi terug vanuit het liqueur en zo heb je het bittertje eigenlijk en het zure en het zoete en zo krijg je een mooie cocktail. Hij klinkt heel erg lekker. Ben jij een beetje trots op je studenten? Ik zie je mij niet glimmen van trots. Ja, wel. Ik is een genot, dit heeft niks met mijn werken te maken om dit hierbij te mogen zijn. Hè? Het is gewoon echt fijn om dit te zien. Dat we zulke studenten hebben die dit gewoon doen en kunnen. Oh. En niet gewoon het moet, nee, we doen het. We pakken de lead. Ja. En dat is echt heel, heel mooi om te zien. Dus die mentaliteit van de horeca, het harde werken, het gewoon doen. Hier staan ze. Daar staat hij. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Hey, ik ben nou eigenlijk wel heel benieuwd. Ik wil wel een proefje. Hij is virgin, mensen, dus not drinking on the job, I promise. Ja, dat is goed. Ja,